Goed, nou, dit is het dak, het begin in de hoek. Normaal gesproken leg ik op de knie aan de andere kant. In dit geval. Ja. Nou, hij is gelukkig wel een beetje koud. Kan ik ook laten zien dat hij, als het wat kouder is, dat het ook goed werkbaar is. Maar nu denk je van, nou, het is allemaal wel leuke isolatie. Maar wat is nu het doel daarvan? Ik heb expres gekozen voor een ATP-laag, want die smelt als die warm wordt. De huidige dakbedekkingssoorten, of de conventionele dakbedekkingssoorten, worden vastgebrand op deze laag. Deze isolatielaag moet stormvast geschroefd worden. En die wordt daarna verkleed met de conventionele dakbedekking. Dus de gewone bitumen dakbedekking. Maar na de levensduur van ongeveer 15 jaar, want dat is de beweegbare levensduur van dakbedekking, moet dat eraf. Dus als je je dak ontmantelt, beschadig je altijd de isolatielaag. Dus je moet ook de isolatieduur vervangen. Dus dat komt als je een ATP-dak hebt en het zou goed gerecycled zijn, dan heb je natuurlijk al dat ik begin een beetje te schoppen. Het heeft in ieder geval een levensverwachting van 30 jaar. Die is 5 jaar geleden hadden ze nog een levensverwachting van 20 jaar. Nou, na wat ouderdomsverschijnselen zijn ze erachter gekomen dat er geen ouderdomsverschijnselen zijn. Dat is een bijgesteld met 30 jaar. De verwachting is dat over de 5 jaar dat die weer met 10 jaar verhoogd wordt. Dat is eigenlijk alleen maar interessant. Dit materiaal kan volledig gerecycled worden en dan maken ze weer precies hetzelfde materiaal weer terug. Het is nu zelfs zo dat ik haal dit bij de Kyoto in de sas zijn gedaan, het is in depot. En dan kan je de snijafval van de universum, kan je daar inleveren. Dan hebben ze een leuk spaarpuntensysteem aan vastgekleed, zodat je met wat korting nieuw dakbedekking kan aanschaffen. Dus dat, we zijn wel een stap verder ingegaan dan de huidige levensduur van dakbedekking. Zink heeft ook een levensverwachting van 30 jaar als een dakrandafwerking niet geselecteerd. Het proces. Het proces als ik op een bestaand dak kom, wat groot genoeg is. Het zijn eigenlijk verliesdaken. Daken of, ja, het is een heel groot woonhuis in mijn plan af. Dan neem ik een monster van de dakbedekking. Ik stuur het op naar Utopal. Dat is de fabrikant van deze dakbedekking. Die maken een CO2-analyse van je besparing als je je dakbedekking zou recyclen. En ze kijken ook naar de kwaliteit van de dakbedekking. Nou, als dat interessant genoeg is om het te recyclen, dan wordt daar een prijskaartje aan vastgeknoopt wat dat eventueel zou kunnen opbrengen. De bedrijven die krijgen een CO2-certificaat, wat weer bruikbaar is voor hun milieuresultaat. Ik heb geprobeerd om het CO2-certificaat om de macht te hebben, maar dat wordt zo beschermd dat dat niet een duplo te hebben. Een namaak dingetje. Dat is die kruiwagen. Deze? Nee, die andere. Die is een beetje. Ik denk dat je net op de deel af. Nee, dat lijkt wel stevig voor. Ja, dan wordt het, de oude dakbedekking wordt ontmanteld, eventueel de beschadigde isolatie wordt hersteld of de isolatie wordt aangezet. Maar nou ga ik steeds maar je zegt dus eigenlijk van als je de dakbedekking, je wordt gevraagd om dak te vervangen, ja. Dat het oude dak geld opbrengt. Dat in de toekomst gaat dat eventueel wordt de dakrand opgehoogd. Ik ga nu de dakbedekking mechanisch bevestigen en dan komt eigenlijk de aandacht om aan waarom dit zo ontzettend duur is. Dus, ik heb van de week al een dakje geoefend. Dat heb ik al daken gedaan. Wat zegt u? Heb je ook al daken wel hier gedaan? Ja. Kijk, sommige ringen zijn in de teer. Dat is van de week van de proef dat hij even gezien heeft. Nou, u ziet hier een blauwe streep. Dit is een montagestreep. Omdat ik hem niet verkleef met mijn isolatielaag,
zal ik hem toch zo vast moeten krijgen. Nou, leverancier zegt, schroef hem vast met ringen, onder 25 centimeter, gegarandeerd toch hem vast. Je ziet ook dat ik ook geen onderlaag meer gebruik. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met dakdekken. Voor conventionele systemen gebruiken ze de glasvlieslaag eerst nog, met gaten erin. Dat is om de kleefkracht wat te vergroten. En tussen die, er zitten allerlei ronde gaten in. Ja, ik heb hier gebruikt, dus ik heb ook een stukje liggen. Er zitten gaten in van ongeveer 5, 6 centimeter. En daar loopt dan de dakbedekking in. En de, ja, het is een klok. Ja, dat is het. Nou, ik moet hem ook in de kim vastleggen. In de hoek. Je moet bedenken dat als hier min 10 staat, dan gaat hij hier lekker aan trekken. En dan trekt hij hem zelf op. Dit zijn normaal gesproken banen van een meter breed. Dus gaat hij aan het achter hier. De meeste dakdekkers die pakken dan een mes, snijden dit lekker in. Ik hou hem heel, want ik wil mijn glasvlies die erin zit, wil ik niet beschadigen. Want die zorgt ervoor dat ik mijn kreksterkte hou tijdens storm. En alles wat ik erin snij, moet erom van elkaar. Nu gaan we nou lekker opwarmen. Want jullie koude vingers hadden dan 650 graden. Dan, is die 650 graden? Ja, hier bij het mondje is die lekker warm. Nou, je ziet dat er ook wel spanning in zit. Dat ga ik nu door middel van het verwarmen eruit feunen. De hoeken en gaatjes zijn altijd het meeste werk. Als je lange banen leggen, dat kan iedereen. Als jullie vragen hebben, dan hoor ik dat graag van jullie. Ik heb hem vijf geklaard, dus ik kan de borrel mee met dit voeren. Als ik hem maar lang genoeg op het hout hou, dan... Maar we hebben ook al voor de onbereikbare plaatsen. Ja, onder grote ophangingen waar weer een uitbouw zit. We hebben ook al zelfklevend, de universe zelfklevend, er zit een lijnmaakje op. Zodat je niet meer met die feun onder het hout hoeft te komen, of bij een ring te kappen, noem maar op. Zijn er al, wordt het al veel gebruikt? Nee, dat nog niet. Ja, ik gebruik het alleen maar. Ik heb dit jaar een paar pellets weggezet. Ik begin nu eindelijk een beetje voet ook aan de grond te krijgen. Want het is zo'n strijd met aannemers en met architecten om het juiste product te zijn. En we hebben het wel iedere keer over duur gemaakt. Maar je moet het eigenlijk... Ja, bij de bron aanpakken, maar als je dan 9 van de 10 bestekken die je leest van architecten staan nog steeds in deze dakbedekking. En als je... Hoor, als je die om hebt, dan ben je heel erg. Ja, dat is bijna onbegonnenwerk. Want ze staan je, echt richting je gezicht uitgelasten. Zeker bouwbedrijven, want dan kom je met een prijs die gewoon hoger is dan... Ja, maar je moet gewoon bitume doen. Ja, maar dit is wel bitume, maar het is anders, het is groener. Ha, nou je hebt het ook. We gaan weer naar de wonden. Deze techniek die ik nu doe, die hoef je echt niet te proberen als je met een brander van ongeveer 500 graden of gaan branden. Dan hou je dat echt niet meer zo van. Kijk nou, plooi je netjes in de hoek. En je ziet ook, ondanks dat er 650 graden heb ik bijna geen kleding op mijn AVP laten. Dus dat we het dak ook vrij kan bewegen. Het voordeel ook is. Ten opzichte van EPDM, dus dat is een heel mooie dakbedekkingssoort en ook goed recyclebaar.
Dus dat dit een soort membraan is waar het vocht overal tussendoor kan blijven stromen. En vocht, de vochthuishouding binnen een woning of een bedrijf is ook een van de klimaatstoorzenders. Want een hele vochtige ruimte, plak hem heel eventjes vast zodat hij niet al te veel wijkt. Vocht is moeilijker te verwarmen omdat hij zwaarder is. Het is een energievreter. Goed, nou, je ziet het. Hij ligt nog steeds netjes. Normaal gesproken gaat het allemaal even wat vlotter en netter, maar ik sta er nu net even verkeerd voor en ben ik een beetje zenuwachtig. Ik laat een beetje wel.